Vaak wordt gedacht dat meditatie iets heel serieus is. Dat je daarvoor bewegingloos op een krukje moet zitten en dat je een heel uitdrukkingsloos gezicht daarbij moet hebben. En dat het zwaar is. Maar meditatie kan heel fijn zijn en heel veel vreugde geven. In feite is het niks anders dan zijn in het moment. En wij hebben daar vaak technieken voor nodig. Dus wat we vaak meditatie noemen, is een techniek om daar te komen, om daar te zijn. Want het is geen komen, het is in feite zijn waar je al bent. En wat ik heel fijn vind, is iets op een hele mooie manier doen. Wat ik gemerkt heb, is dat als ik iets op een hele mooie manier doe, dat ik dan in meditatie ben. En omgekeerd, dat wanneer ik in meditatie ben, ik de dingen ook als vanzelf op een mooie manier doe. En ik merkte dat alweer vanochtend toen ik gedoucht had en met een trekkertje trek ik dan de muren schoon van het water, zodat er geen kalkaanslag komt. En toen merkte ik dat ik dat op een hele sierlijke manier deed. Dat ik als het ware als een soort dans met dat trekkertje heen en weer ging. En hoeveel vreugde mij dat gaf. En dat me dat ook bij het moment hield, zonder er moeite voor te doen. Dus ik was met die sierlijke beweging bezig. En zo zijn er heel veel dingen, of is er eigenlijk alles in je dagelijks leven, wat je mooi kunt doen. Dus als je eraan denkt en je wilt het proberen, dan kun je bijvoorbeeld kijken als je aan het koken bent en je bent de wortels aan het snijden in schijfjes bijvoorbeeld, dat je het dan op een sierlijke manier doet, op een mooie manier. Stel dat iemand naar jou zou kijken, dan zou het er heel mooi uitzien. Het gaat niet om dat die ander jou ziet, maar soms helpt dat. En wat je ook bijvoorbeeld kunt doen als je binnenkomt en je trekt je schoenen uit. Niet iedereen doet dat, ik doe dat wel in mijn huis. Om dan de schoenen vast te pakken en op een mooie manier neer te zetten. Met respect voor de schoenen. Of op een mooie manier de deur te sluiten. Dus niet van boem, bats, dicht, maar op een mooie manier, een beetje tegenhoudend, dat het niet te veel geluid maakt en dan heel mooi dicht te doen. En op een mooie manier strijken. Bewust van de bewegingen. En als het ware als een dans. In feite kan elke beweging die we doen een dans zijn. In India heb je ook dat heel vaak de dagelijkse dingen in de dans zijn opgenomen. Dan zie je iemand water halen uit de put in de dans. En de pot waarin het water zit op het hoofd zetten. Of je ziet iemand het vuur aanmaken. En dat zit allemaal in die dans verweven. En als je aan het wandelen bent, dan kun je lopen als een dans. Of als je in je werk door de gang loopt of een trap oploopt. En dat hoeft niet een dans te zijn waarbij iedereen ineens op je gaat letten. Dat kan in hele kleine bewegingen zijn. Dat kan een bijna onzichtbare dans zijn. En omgekeerd, als ik verbonden ben met mezelf en in het moment ben en ik wandel dan, sorry, dan kom ik erachter dat ik eigenlijk als een soort dans beweeg, dat ik dansend wandel. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. Ik heb ooit een heel leuk YouTube-filmpje gezien
waarbij een vrouw alles dansend deed. Het ontbijt klaarmaken, naar het werk gaan, de roltrap opgaan in de stad. En op een gegeven moment kwam ze toen een man tegen die aan de andere kant van de roltrap naar beneden kwam en ook een dansbeweging maakte, die ook danste. En toen keken ze elkaar aan en toen was het liefde op het eerste gezicht vanuit die herkenning van de dans. En trouwden ze met elkaar en kregen ze een kind dat ook danste. Dus dan zag je ze bij het ontbijt allemaal dansend aan tafel gaan zitten. Dat was een heel leuk filmpje om te zien. En wat ook benadrukte dat alles in het dagelijks leven ook vreugde kan zijn. Heel veel goeds hierbij als je dat wilt uitproberen.